Hallo. Ieder stof heeft eigenschappen. We gaan deze paragraaf dus het licht laten schijnen op de optische eigenschappen van een stof. We gaan verstaan. We beginnen met een terugkaatsing. Een lichtbundel valt op een vlak en glad oppervlak en in dat geval is er sprake van spiegelende terugkaatsing of weerkaatsing. Ieder lichtstraal spiegelt op dezelfde manier we bekijken even één een zo'n lichtstraal en zijn weerkaatsing, en we gaan eerst eens kijken naar een hoek. De hoek waarmee de lichtstraal op het oppervlak valt en om dat aan te geven tekenen we eerst een normaal. De normaal is een denkbeeldige lijn loodrecht op het oppervlak. De hoek waarmee dan de lichtstraal op het oppervlak valt is de hoek tussen de normaal... En de lichtstraal. We noemen dat de hoek van inval. En de andere hoek tussen normaal en de weerkaatste lichtstraal dat is de hoek van terugkaatsing. Je ziet, die twee zijn even groot, en dat is dan ook de spiegelwet. De spiegelwet zegt dat de hoek waarmee een lichtstraal weerkaatst wordt gelijk is aan de hoek waarmee hij op het oppervlak is gevallen. Oftewel I is T. En je ziet dus als de lichtstraal een grotere hoek maakt, dan zal de hoek van terugkaatsing ook even groot worden. We gaan verder, want een oppervlak hoeft niet vlak en glad te zijn, het kan ook vlak maar ruw zijn. Wat gebeurt er dan? Nou, iedere lichtstraal zal dan op een andere manier terugkaatsen. Het is ongelijk hoe ruw het plekje is waar de lichtstraal opvalt. Dus je krijgt die gespiegelde weerkaatsing, maar zogenaamde diffuse weerkaatsing. Een volgende is dat een lichtbundel op een vlak oppervlak is, maar het is donker en mat. Dat betekent dat iedere lichtstraal niet weerkaatst wordt, maar het wordt geabsorbeerd door het oppervlak. En wat je dan krijgt, is, en dan zie je hier een klein beetje dat het oppervlak de lichtstralen omzet in warmte. Het is dus geabsorbeerd en het oppervlak wordt dan ook weer warm. Dit zijn de drie weerkaatsingen. Je hebt de spiegelende weerkaatsing, de fuse weerkaatsing en absorptie. Wel absorptie, eigenlijk geen weerkaatsing is natuurlijk, want er wordt niks geweerkaatst. We gaan verder met een andere belangrijk optische eigenschap. En dat zie je hier. Ik heb hier een laser en als je de laser aanzet... Dan gaat de lichtstraal natuurlijk recht door. Op het oppervlak tussen lucht en water treedt er weer kaatsing op. Een deel weer kaatsing, maar ook een deel dringt het water door. En je ziet dus dat daar de lichtstraal gebroken wordt. We gaan eventjes de hoeken bekijken. Zo, graadbogen bij. Ja, dat is mooi in het midden. En. We kijken even, kijken. de hoek van terugkaatsing is 60, de hoek van inval is 60, dus dat komt precies uit. Maar de hoek in het water is geen 60, die is weer kleiner geworden. Die is uh, nou wat zal het wezen, een 38 of zoiets. En dat heeft te maken met water. Water heeft een bepaalde eigenschap en dat noemen we de brekingsindex. Afgekort N, komt zo meteen nog een keer. Als de brekingsindex groter wordt. Dan zie je dus dat de lichtstraal meer gebroken wordt. En als de breeksindex kleiner wordt, dan wordt die minder gebroken. We kunnen de breeksindex zelfs hetzelfde maken als lucht, namelijk 1, en dan is er geen breking meer. Breking is dus omdat het een ander breeksindex heeft. We gaan lucht dus veranderen in een ander materiaal. Nou dus lucht eventjes custom en dan kan ik de index veranderen en nu verander ik dus de brekingsindex van de bovenste laag en dan zie je dus dat er weer breking optreedt maar de breking is net andersom want de lichtstraal die wordt dus nu daar gebroken maar hij breekt nu naar boven toe in plaats van naar beneden toe wat zo net het geval was ook eventjes alles op een rijtje we hebben dus daar de laser. Ja, en de laser die zal dus een lichtstraal doen. En je hebt hier de twee hoeken weer: dat is dus de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing. En de hoek die hier is, dat noemen we de hoek van breking. En dat geven we aan met de letter R van refraction: R, hoek van breking. Um, hoe breekt iets? Nou, je kunt je voorstellen dat deze lichtstraal, als er geen water was geweest, was je gewoon recht doorgegaan. Nou, dan was je gewoon zo recht doorgegaan. Maar hij gaat dus nu daarheen. oftewel deze lichtstraal, die wordt naar beneden toe gebroken. Maar beter is het om te zeggen dat het naar de normaal toe wordt gebroken. Dit is normaal, en je ziet dus dat de lichtstraal naar de normaal toe wordt gebroken. En dat is altijd zo. Als een lichtstraal van lucht naar een stof toe gaat, naar een doorzichtige stof natuurlijk, dus bijvoorbeeld water, dan is de breking altijd naar de normaal toe. En die breking is afhankelijk van de brekingsindex, en dat is dat getal 1,33, de brekingsindex van een materiaal. Het symbool voor brekingsindex is de kleine letter n, en Water heeft brees 1,33. En uh, glas heeft een grotere breesindex 1,50. Diamant heeft de grootste breesindex, namelijk 2,47. En al die zaken die kun je in bina's opzoeken. Um, andersom hebben we ook zo net bekeken, namelijk dat je dus de bovenkant een. Bepaald materiaal hebt, en dat de lichtstraat dus vanuit bijvoorbeeld water naar lucht toe gaat, of goed, bovenkant water is een beetje dubieus natuurlijk, maar stel ik voor: de bovenkant is glas, dan gaat de lichtstraat dus vanuit glas op een lucht vallen, en dan krijg je dus dat je hier een breking hebt, de andere kant op. Nou, ja, ook hier hoek van inval. En daar is de hoek van breking. En je ziet dus dat hier de hoek van breking groter is dan de hoek van inval. Eh, de lichtstraal zou recht doorgaan als er geen overgang was van glas naar lucht. Die is er nu is nu wel. En je ziet dus dat die breking de andere kant op gaat. Omhoog of, beter gezegd, dus in dit, geval, in dit geval, van de normaal af. En dat is altijd zo als licht van stof naar de lucht gaat, dan is de breking juist van het normaal af. He, zo net was het, naar het normaal toe als hij van lucht naar stof toe gaat. Nu is het net andersom. Dus van lucht naar stof, breking naar de normaal toe, en van stof naar lucht, breking van normaal af. En het heeft te maken met de twee stoffen. Waar je hiermee aan het werk gaat, en in dit geval is een van de stoffen natuurlijk dan lucht. Hoewel het twee verschillende situaties lijken te zijn, geldt eenzelfde wet, namelijk de wet van Snellius of de Brekingswet, en die zegt sinus i gedeeld sinus r is de Brekingsindex van een stof waar licht naartoe gaat, gedeeld door de Brekingsindex van de stof waar het licht vandaan komt. En als je nu bedenkt dat de brekingsindex van lucht 1 is, dan kun je dus voor een van die brekingsindexen voor de n 1 invullen. En dat betekent dat als lucht van uh, als licht van lucht naar stof toe gaat, dat dan die wet wordt gewoon sinus i gedeeld sinus r is de brekingsindex van de stof, want je vult voor n a 1 in en voor de andere Geval krijg je dus dan dat sinus i gedeeld sinus r is 1 gedeeld door de brekingsindex want je vult dan voor b 1 in. Sinus i gedeeld sinus r is dus nb gedeeld door n a. Die nb gedeeld door n a, dat wordt ook wel eens op deze manier geschreven, namelijk de brekingsindex als licht van a naar b toe gaat. We noemen dat de brekingsindex van de overgang van stof A naar stof B. Even een voorbeeld. Ja, kijk eventjes. Hey, je hebt een rode lichtstraal en die gaat vanuit water naar lucht. De hoek van inval is 40 graden. Wat is nu de hoek van breking? Uh, druk even op pauze om het zelf uit te rekenen. Ja, het antwoord volgt nu. Even een tekeningetje erbij, dat is altijd wel zo prettig. He, dus licht vanuit water naar lucht, 40 graden is de hoek van inval. En ik weet in ieder geval dat de lichtstraal van de normaal af wordt gebroken. Dus de hoek R die zal groter wezen. En gevraagd wordt dus nu hoe groot is die R? Even de gegevens op een rijtje. I is 40. De brekingsindex van water is 1,33. Dat staat in BINAS. En. In dit geval, je gaat van stof naar lucht, dus sinus i gedeeld sinus r is 1 gedeeld door breeksindex. Invullen: sinus 40 gedeeld sinus r is 1 gedeeld door 1,33, oftewel sinus r is dan 0,85 en dan nog wat getallen, oftewel r is de inverse sinus van die 0,85 en je komt dan op 59 graden uit. En inderdaad. Die is groter dan die 40 graden. Dus wat dat betreft klopt het. 1. Aandachtspunt. Pas op dat je rekenmachine niet op radialen staat, maar op degrees. Je kunt dat eenvoudig uh, controleren door bijvoorbeeld de sinus van 30 te berekenen. Dan moet een half uitkomen. Komt er niet een half uit, dan heb je je rekenmachine niet goed ingesteld. We gaan nog even kijken naar een lichtstraal die vanuit een stof naar de lucht toe gaat. Wat gebeurt er? Kijk, als je loodrecht op een stof gaat, dan heb je nooit geen breking. Een loodrechte inval betekent dat je ook gewoon loodrecht doorgaat. Maar, als je dus nou de lichtstraal onder een hoek gaat doen, dan zie je dat de hoek van breking altijd groter is dan de hoek van Inval. Ja, even bij 30 graden. Ja, de hoek van inval is 30 graden. En de hoek van breking, die is 40. Altijd is de hoek van breking groter. Maar dat betekent dus dat die hoek van breking eerder bij de 90 zal zijn. dan de hoek van inval. En kijk, wat gebeurt er dan? Als die 90 is, dan verdwijnt die. En dan heb je dat er alleen maar. Een lichtstraal teruggekaatst wordt. En als de hoek nog groter wordt. dan blijft het altijd alleen maar terugkaatsing. We noemen dit volledige terugkaatsing. En die volledige terugkaatsing. die vindt dus plaats bij één specifieke hoek. Ja, is die hoek kleiner. dan zal er weer. een klein stukje. breking zijn. En is de hoek groter. dan heb je alleen terugkaatsing. Die hoek waarbij dus net wel of net geen breking is, dat wordt de grenshoek genoemd. En het treedt alleen maar op als licht van stof naar lucht toe gaat. Nooit dus als het van lucht naar stof toe gaat, want de hoek van breking moet groter zijn dan de hoek van inval. En wanneer is die grenshoek er? Dat is wanneer de hoek van inval, deze hoek van inval, dusdanig groot is. Dat de hoek van breking net 90 graden is. Als hij net 90 graden is, ja, dan is hier net wel, net niet. En dan is dus de hoek van inval is de grenshoek. Dus de grenshoek treedt op als er 90 graden is. Als de hoek van inval kleiner is dan de grenshoek, dan zal er wel breking optreden. Dus in dit geval hier, dan krijg je dus breking. Van de normaal af, natuurlijk. En als de hoek van inval groter is dan de grenshoek, dan is er geen breking, alleen maar terugkaatsing. We noemen het dan ook volledige terugkaatsing. Goed, um, wat betekent dit? Wel, kijk, dit geldt natuurlijk voor als licht van stof naar de lucht gaat. Sinus I gedeeld sinus R is 1 Gedeelde Libreensindex. Maar, voor i mag je dan een grenshoek invullen. Als dan voor r 90 graden wordt ingevuld. Want als i de grenshoek is, dan is r precies 90 graden. En de sinus van 90 graden, die is 1. Dit ingevuld krijg je dus dat je heel eenvoudig de grenshoek kunt berekenen. Want. De sinus van de grenshoek is 1 gedeeld door de van de betreffende stof. En bijvoorbeeld voor water, als je dat doet, dan is dus de sinus van de grenshoek 1 gedeeld door 1,33. Oftewel, de grenshoek is 48,7 graden. Dus bij water, als het licht invalt met een hoek groter dan 48,7 graden, dan is er volledige terugkaatsing. Breking. Breking is eigenlijk overal. De schittering van diamant. Of de druppels op een appel die werken als een vergrootglas. Of de regenboog die ontstaat als wit licht op een prisme valt. Of een potlood dat lijkt te zijn gebroken in een glas water. Of de glasvezels waarmee je licht kunt transporteren. En waarmee je hele snelle internetverbindingen kunt maken. Of licht dat gebroken wordt door de lens in je oog, waardoor je dit allemaal kunt zien. En last but not least, breking van wit licht in regendruppels, oftewel de regenboog. Hiermee beëindigen we deze presentatie.